Heb ik er vertrouwen in? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, maar ook in de rest, ook in de stabiliteit van jullie werkrelatie. Ja, anders zat ik niet meer aan tafel. Nieuws. Wat is een programmakabinet? Een kabinet met een programma, denk ik. Nee, een programma. Een kabinet met een programma. Ja, dat is zo'n woord waar ik altijd wel een hekel aan had. Tenminste, dat is zo'n CDA-woord, eerlijk gezegd. Van je bedoelt programma, maar dan maken we er programma. Klinkt een beetje als het inderdaad Polygoonjournaal van 40 jaar geleden of zo. Ja. 50, 60 jaar. Hoe dan ook, ik heb er niks op tegen. Dat zal ook mijn bijdrage zijn als het werkt, weet je. Hey, hallo meneer Boutkan. Hallo. Hoi. Ik ben Sarah. Ik ben Willem. Hallo Willem, hoe is het? Ja, gaat goed, hè? Het zonnetje schijnt. Dus, ja, lekker hè? Ja. Ik keek daar net heel even in uw bio en daar stond in van te lang achterom kijken, krijg je een stijve nek. Dat klopt. Ja. 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 Hoe vindt u dan dat het gaat op dit moment met de formatie? Vindt u dat ze te veel achterom kijken of kijken ze juist vooruit? Nou, van zover ik weet zitten ze te broeden. Ja. En mij is altijd geleerd, een broedende kip moet je niet storen. Maar ik zeg er gelijk achteraan, ik weet niet of het ei bevrucht is. Oké, nou kunt u me misschien dan ook wat bijleren over wat nou eigenlijk precies een programmakabinet is. Ja, dat is eigenlijk een ander woord voor een extra parlementair kabinet, hebben ze mij uitgelegd. Wat is een extra parlementair kabinet dan? Nou, dat is weer heel iets bijzonders, dan moeten we heel ver terugkijken. En, ja. We gaan uw taak om dat te weten? Ja, we gaan weer kijken. En go. We gaan uitkijken hoe het uitpakt. Oké, maar wat weet u nu wat het nu is? Nou ja, het is een mix van buiten en binnen, zaken op afstand zetten, geen dik hoofdlijnakkoord. Ja. Maar zo weinig mogelijk op papier. Wat is een programmakabinet eigenlijk? Een programmakabinet is een kabinet wat een hoofdlijnenakkoord gaat maken. Met wat details, waar details, partijen details willen. Met een kabinet wat deels van binnen en deels van buiten komt. En dan 50% komt van binnen en 50% van buiten. Maar het kernwoord is vertrouwen. Daar hebben jullie het natuurlijk al heel lang over. Dat gedoe en dat gehissefit en blablabla. Bla, bla, bla. Ja. Heb jij er vertrouwen in? Heb ik er vertrouwen in? Ja, zeker, tuurlijk. Ja, maar ook in de rest, ook in de stabiliteit van jullie werkrelatie? Ja, anders zat ik niet meer aan tafel. U heeft heel veel kritiek gehad natuurlijk op de gang van zaken, hoe het tot nog toe gaat. Het kernwoord is vertrouwen. Heeft u er een beetje vertrouwen in dat dit wel gaat lukken? Ja, ik heb geen idee, maar tot nu toe hoor je natuurlijk vooral van hoe we het gaan noemen. En weten heel veel mensen eigenlijk niet wat het dan precies betekent. Ze gaan nu echt over de inhoud zitten. Nou, dat lijkt me inderdaad goed, want de verkiezingen zijn inmiddels een dag of 120 geleden, denk ik. Dus ja, dit lijkt me inderdaad wel hoog tijd om aan de inhoud te gaan zitten. Kijk, maakt mij niet zoveel uit hoe je het noemt. Geef het beestje een naampje en ga aan de slag. Nou kijk, ik vergelijk het een beetje met Rutte en Samson. Hè. Dat was VVD-PVDA-kabinet, 2012 volgens mij. Ja. En daar waren de verschillen enorm tussen de VVD en de PVDA. Maar het humeur was heel goed tussen Samson en Rutte. En nu is het precies andersom. Ja, je hebt dus eigenlijk heel veel overeenkomsten tussen die partijen. Dat zou niet zo moeilijk moeten zijn. Maar de humeuren is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. Dus ik heb al eerder gezegd, dat zou eigenlijk een soort coach mee moeten op de hei. Om die boel aan elkaar te lijmen en ook vooral omzicht aan boord te houden, want die heeft nogal wat van die strapatsen laten zien. Heb je wel überhaupt nog tijd om een beetje dingen te doen voor jezelf nu? Weinig, maar ik probeer het wel. Ik ben bij Holland Sint Hazes geweest zaterdag. Echt superleuk. En jij houdt het dus emotioneel nog steeds stabiel? Zeker, ja. Heb je daar nog een tip voor jouw collega's die bij jou rondom de tafel zitten? Gewoon, moet je niet twitteren, huilen, niet roepen? Vooral druk over maken. Pak je rust, slaap goed. En, ga naar Holland Sint Hazes. Ga naar Holland. Pieter Omtzigt en Geert Wilders, als jullie dit horen, ga naar Holland Sint Hazes. Zeker, het was echt. Houd je rustig, jongens. Van Geert weet ik het zeker dat hij het leuk vindt. Okay. Ja. Dankjewel. Ja. Nou, meneer Boutkan, ik wens u nog een prettige dag en onthoud. Lekker vooruit blijven kijken, anders krijg je een stijve nek. Ja, want ik moet opletten, want ik kom een petitie namelijk zo. Dus nou, fijne dag. En u heeft weer wat geleerd. Succes, hè. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan. En druk op het belletje. Doen!